leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag een liefdeslegging doen. We gaan dadelijk even kijken door middel van twee energiekaartjes. Kijken waar de algehele energie over gaat. En vanuit daar gaan we even de verdieping in. Ik wil verder iedereen welkom heten die mijn kanaal heeft gevonden. En welkom voor alle nieuwe abonnees. Kijk heel even of het met je resoneert. Mocht je dus nog niet geabonneerd zijn, scheelt het als je je eigen abonneert dan... Voel ik de energie op het kanaal en dan resoneren de readings vaak beter met je. Vergeet dan ook niet het belletje aan te zetten, dan hoef je niets meer te missen. Ook ben ik actief op Instagram, linkje staat beneden in de beschrijving. Dus mocht je me daar willen volgen, ook ontzettend leuk. Mijn zielenfamilie begint steeds verder te groeien en dat vind ik ontzettend dankbaar werk. Ook heel veel dank voor alle mensen die mijn berichtjes delen en mijn video's delen. Super lief. Dus we gaan als eerste dus nu verder met de legging. En we gaan kijken waar de energie over gaat. Even kijken. Ik hoop verder dat alles goed met jullie gaat. Bij mij gaat het heel goed. Verder mag je me altijd, als je denkt van nou, ik wil eigenlijk een reading die op mij volledig afgestemd is. Dan mag je me een berichtje sturen. Ik doe ook privé readingen. Verder ben ik nu ook op een punt dat ik healingen mag doen bij mensen. Dus als je een blokkade hebt op je chakras of iets anders, dan kun je mij daar ook over berichten als je daar informatie over zou willen. Oké, wat mogen we weten voor de lieve kijkers thuis, voor deze liefdeslegging? We hebben Protection en Spirit Guide. Vind ik zo'n mooie kaarten dit. Je bent ergens nog een beetje beschermend in. Voor sommigen geldt het omdat je dus nog niet volledig in je volledige transformatie zit. Jij hebt nog wat je vasthoudt, dat heeft te maken met je hartchakra en jouw kruinchakra. Er zijn bepaalde inzichten die nog niet helder worden, maar zodra jij daarmee aan de slag gaat, dan zal het naar je toe gaan komen. Zal je daar intuïtief antwoorden op gaan krijgen. Oké, wat mogen we nog meer weten over deze legging? Even kijken, welke... Oké, wat mogen we weten? Dan hebben we de verdieping in. Over deze liefdeslegging. Maak nog twee kaartjes alsjeblieft. Drie, ook goed. Oeh, hoelala. We hebben de magier, we hebben de twee van bekers, we hebben de ridder van munten en we hebben de koning van bekers. Mooi. Ik wil nog heel even dadelijk een kaartje trekken op, ga ik eerst doen, op die protection, waar dat mee te maken heeft. Mag ik even duidelijkheid op protection en spirit guides? Woehoe! Oké. Je bent je eigen ergens voor aan beschermen. En dat is eigenlijk wat ik net al zei, dat je je hart aan het beschermen bent. Een soulmate gaat op je pad komen. We hebben de 6 van bekers. We hebben de 8 van staven. We hebben de koning van bekers weer. En we hebben de hermit. Dus deze moet hier.
Je hebt bepaalde inzichten gekregen in de situatie. Het kan zijn dat je te maken hebt dus met iemand die je al kent, waar je dus al een connectie mee hebt gehad in het verleden. Dat het niet helemaal vlekkeloos verlopen is. Je bent hier nu eigenlijk, ja, je denkt er steeds vaker aan terug, aan die connectie die je had. En je bent in gaan zien dat je bepaalde groei eerst moest doorlopen om verder te kunnen ontwikkelen op eigen individueel niveau. Waardoor daarna pas die handreiking gedaan kan worden en je beide die balans hebt gevonden. Er gaat dus wel een communicatie komen en die communicatie heeft dus met die koning te maken. Intuïtief krijg jij hier al boodschappen van door. Maar je bent je hart nog een beetje aan het beschermen, bang om weer hartzeer te krijgen. Oké. Okay. Maar die cup zal aangeboden gaan worden en dat zal een stabiel nieuw begin kunnen zijn. Want die persoon wil wel op emotioneel vlak en materieel vlak gewoon eigenlijk die stabiliteit voor jullie neer gaan zetten. Maar dan mag jij wel je eigen voor openstellen. Dan zal er ook een vieringsmomentje kunnen gaan komen. We hebben weer de zes van bekers. Dus het is een dubbele bevestiging dat het dus echt wel een soulmate connection is. En het voor sommigen zelfs een tweelingziel. Niet voor allemaal. Die vooruitgang is er nu gekomen omdat jij uit een bepaalde situatie gestapt bent. En dat heeft te maken met dat je heel veel in je denken zat. Dat je je eigenlijk niet meer vooruit zag gaan. Dat je je vast voelde zitten in je verdriet, in je angsten. Je durfde niet de wijde wereld in te stappen en ook echt daadwerkelijk actie te ondernemen. Maar je bent in gaan zien, want we hebben hier en de twee van staven en de drie. Dus het is, je bent daarin aan het groeien gegaan. Je bent dus eigenlijk letterlijk over dat hekje heen gestapt. Je bent inzichten gaan verkrijgen. Je bent er uiteindelijk ook in gaan zien hoe je die stappen kunt gaan maken. Hoe je dit achter je kunt laten. Al die kopzorgen, al dat verdriet. Dat heb je allemaal losgelaten. Maar dat is wel het stukje waar je je eigen nog in beschermt. Om dat niet weer een keer te voelen. Maar doordat jij je eigen anders blokkeert en dus niet openstelt, kan die liefde ook niet naar je toe gaan komen. Die stabiliteit gaat er komen, maar je hebt hier ook plantjes of zaadjes voor geplant. Er zit vooruitgang in. Alleen sommige aspecten hebben gewoon iets langer de tijd nodig. En neem daar ook gerust de tijd voor, want iets stabiels opbouwen wil niet altijd zeggen dat dat snel moet. Soms is langzamer beter. En dan zal het rad voor jullie kunnen gaan draaien. En dan zal die communicatie echt nog zeker tot stand kunnen gaan komen. Dus we hebben hier twee keer de acht van staven. En dan kan die liefdescup aangeboden gaan worden, omdat jullie een balans hebben gevonden in deze hele situatie. Heel mooi. Nou, ik ga zo meteen de verlenging met deze boodschap verder. Mocht je het leuk vinden, kun je even beneden in het berichtje lezen hoe je aan die verlenging komt. En mocht dit niet jouw boodschap zijn, wellicht de volgende keer. En voor de mensen die dus niet verder willen gaan kijken zo meteen, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. En mocht je wel de verlenging willen, dan tot zometeen.